Goedenavond, dit is PNM Actueel, met vandaag. Bibliotheken in PLMA's blijven behouden, ondanks korting op subsidie. PLMA's krijgt eigen bordspel. En 15e editie voor Blues Traffic Live. Bibliotheek Maas en Peel verwelkomde afgelopen donderdag de 500.000ste uitlener van dit jaar. In gemeenschapshuis Den Binger in Meijel werden de gelukkige bibliotheekbezoekers ontvangen door directeur Vincent Freeriks en wethouder Marlou Absil. Verrassend, overvallend. Meer woorden weer, krijg ik niet hoor. Ja, ik ben een beetje verbluft. Bibliotheek Maas en Peel ziet een opmerkelijke, stijgende belangstelling voor materiaal uit de bibliotheken. De uitgiftepunten, verspreid over de gemeente, blijken geen last te hebben van het huidige informatietijdperk, waarin allerhande informatie snel binnen handbereik is via computers, smartphones en tablets. Om met de tijd mee te gaan, zijn de bibliotheken als het ware getransformeerd in informatiecentra. Daarnaast hebben de bibliotheken zich ook op andere punten ontwikkeld. Voorlopig zet die groei zich door. Elk jaar is er nog wat meer geworden. Dit jaar is de groei in een versnelling gekomen. Wellicht onder invloed van de economische crisis. Er zijn meer mensen werkloos geworden. Mensen zullen misschien minder boeken kopen. We hebben ook de openingstijden wat uitgebreid. Bijvoorbeeld Maasbree is nu ook op zondag open. En we zien dat Maasbree de grootste groeier is met 10%. Lezen moet toegankelijk blijven voor iedereen. Dat is met name de insteek op cultureel vlak. Namens de gemeente was wethouder Marlou Absil donderdagavond aanwezig om de 500.000ste uitlener te feliciteren. Volgens mij is het dus heel erg belangrijk ook dat de bibliotheken blijven. We hebben ook in de gemeente PLMA's gekozen voor een fijnmazig netwerk van bibliotheken op veel plekken, op veel kernen. Zodat we lezen toegankelijk houden, juist voor de doelgroepen, net als jeugd, maar ook ouderen, dat je makkelijk aan een boek kan komen. Blijven alle bibliotheken in PLMA's? Gaat dat echt gebeuren? Ja, we hebben de garantie van de bibliotheken Maas en Peel. Die zeggen, nou, wij kunnen dat in stand houden, maar we moeten wel meer zoeken naar andere vormen van. Bijvoorbeeld meer vrijwilligers, zelfservice. Nou, in sommige supermarkten zie je dat ook al, hè, dat je zelf je spullen door de scanner haalt. Nou, dat zou bij een bibliotheek ook kunnen. Dus we moeten creatief omgaan met de mindere middelen die we hebben. Minder goed nieuws is de krimp in de subsidie. Van de eerdere geldsom aan €660.000 wordt 2,5 ton uitgegumd. Hierdoor zal bibliotheek Maas en Peel zo'n 12 mensen ontslaan. Om de huidige groei van de bibliotheken toch in stand te houden, wordt er momenteel gezocht naar een oplossing. Er zullen mensen ontslagen worden. Maar we gaan dus vooral inzetten op het werven van vrijwilligers. Om de openingstijden te kunnen handhaven of zelfs uitbreiden. De bedoeling is dat straks als de bibliotheek verhuist naar het huis van de gemeente, dat de openingstijden van het gemeentehuis worden gevolgd. En in Maasbree gaan we vanaf volgend jaar elke dag open vanaf 's morgens 9 uur. De groei in belangstelling voor bibliotheekmateriaal zal zich voorlopig doorzetten. Bibliotheek Maas en Peel gaat in ieder geval met meer dan 500.000 uitleningen het nieuwe jaar in, waarin het hoopt op nog meer lezers. Vanuit welk huis heeft dokter Joost de jaren praktijk gevoerd? Sjoerdstraat. Ja, dat was goed. Villa Theresia. Zomaar een van de vele vragen van het grote PLMA-spel. Een nieuw spel over de gemeente PLMA's. Het spel lijkt op ganzenbord. Er wordt gespeeld met pionnen die op de kaart van PLMA's een route afleggen. Bij elke kern moeten vragen worden beantwoord die gaan over het desbetreffende dorp. En vooral vragen over oude dingen in de kern. Want het zijn ook de deelnemers uit de kernen die meegeholpen hebben. Er zijn ook over het algemeen oudere mensen die dus heel veel weten van de betreffende kern. Inwoners uit alle kernen van PLMA's werken mee aan het spel. Ze bedachten onder meer de vragen en de spelregels. Het initiatief komt van de dagvoorzieningen vanwege een gebrek aan spelletjes. Er zijn toch heel weinig spellen voor ouderen. En dit is toch iets van de kernen. Eigenlijk van al die kernen, 11 die er zijn in PLMA's. Dus zo'nzelfde spel is er nog nergens. Dus eigenlijk moet het door wat de baan voor, hoe werd het ook weer? Patentenbaanvroeg. Het spel moet de ouderen bij bijvoorbeeld de dagvoorzieningen nalaten denken over de kernen van PLMA's. Welke middelbare scholen lagen vroeger in Berlo? Huisartsschool? Denk ik. De huisartsschool? Nee, ik denk de landbouwschool. De landbouwschool was de vroeger. De landbouwschool, ja.
waar ging deze klas op school uit toe? Moet je eens kijken. Hoe zijn die heen geweest? Door het spel kreeg je eigenlijk een heel gesprek door bepaalde dingen. En dat is gewoon leuk. Wat is het antwoord? Het is officieel het streekmuseum, het land van Peel en Maas. Dat is in kloosterlijke vesting. Niet meer en niet minder. Vorige week werd het spel voor het eerst gespeeld. Volgens de mensen achter het spel moet er nog wel wat aangepast worden voordat het officieel in gebruik wordt genomen. Het duurt te lang. Dat is te groot. Er moeten nog elementen in komen van beurten overslaan, het idee van het ganzenborden, zeg maar. Dit is nog papier, maar het werd in het echt dadelijk zeil dat het ook mee te nemen is en af te wassen of dat het ook langer meegaat. Begin volgend jaar moet het spel klaar zijn. Het is de bedoeling dat dan alle dagvoorzieningen een exemplaar van het spel krijgen om het te spelen. Bluesliefhebbers konden het afgelopen weekend voor de 15e keer genieten van Blues Traffic Live. In de Wiekslaag in Beringen vonden zowel in het café als in de zaal optredens plaats van onder meer Reno's Rumble en Guy Smith's Band. When she's walking through the clouds with a circus man. Een van de grote namen tijdens deze editie is de Belgian Blues Express. Belgian Blues Express is een band ontstaan door Electric Kings, leden van vroeger. Die hebben vroeger een superband gehad in België. Je had Electric Kings met onder Mark T, Wuff Maas en Big Dave. Ze zijn een aantal jaar onder elkaar gegaan. We hebben ze kunnen boeken voor vanavond en het is weer een super optreden, absoluut. Het is helemaal goed gekomen. De programmamakers van het programma Blues Traffic op Omroep PNM organiseren elk jaar het blues-evenement. Blues is een beetje hart- en zielmuziek. Het gaat om merg en wijn. Blijf gewoon mijn ding. Heel simpel. Volgens hen zijn er veel bluesliefhebbers in de gemeente Peel en Maas. Tot zover de laatste reguliere PNM Actueel van dit jaar. Volgende week kunt u op PNM TV kijken naar een compilatie van het PNM Hoes 2013. Een week later is het PNM Actueel jaaroverzicht te zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.